Hoi, mijn naam is Ravinder en in deze video vertel ik je hoe je begint met slimme verlichting. Ik laat je stap voor stap zien hoe je de lampen van Hue installeert, zodat je binnen no time aan de slag kan met jouw slimme verlichting. De beste manier om te beginnen met je slimme verlichting is via dit apparaatje, de Hue Bridge. Daarmee heb je toegang tot alle voordelen van slimme verlichting. De Hue Bridge is een slimme hub die al je verlichting en accessoires met elkaar verbindt in één groot netwerk. Je kunt je slimme lampen ook zonder bridge verbinden, namelijk via Bluetooth. Of je nu kiest voor een netwerk van de Hue Bridge of voor Bluetooth, de eerste stap is hetzelfde. Zorg ervoor dat je lampen goed geïnstalleerd zijn. Dat doe je heel eenvoudig. Je hoeft er alleen maar een lampje voor te verwisselen. Draai je slimme lamp gewoon in de fitting. Steek de stekker in het stopcontact en zet dan je lamp aan. Je lampen koppelen met de Hue Bridge is heel eenvoudig. Je hebt het in een paar minuten gefixt. Open de app en ga naar de tab Thuis en tik op het pictogram met de drie stippen. Tik op Lampen toevoegen en dan op Zoeken. Als de Hue app je lamp niet kan vinden, kan je ook het serienummer van de lamp invullen. Zodra de nieuwe lamp is gevonden, tik je op Configuratie starten. Geef de lamp een naam en kies een type, bijvoorbeeld vloerlamp, tafellamp of plafondlamp. Daarna kun je de lamp in een kamer plaatsen, zoals de slaapkamer. Je kunt meerdere kamers ook in zones plaatsen, zoals een bovenverdieping. Dan kun je alle lampen in één zone tegelijk bedienen. Er is nog een tweede manier om lampen toe te voegen in de Hue app. Ga naar de tab Instellingen, tik op Lampen en dan op het plusteken. Als je hulp nodig hebt bij het instellen van je lamp, kijk dan eens naar de veelgestelde vragen op onze website. Die kun je bekijken door hierboven op het i'tje te klikken. Als je geen Hue Bridge hebt, kun je je lampen ook koppelen via Bluetooth. Check voordat je begint wel of je lampen compatible zijn. Dat kun je zien aan het Bluetooth-symbool dat op de doos van de lamp staat. Staat die er niet op, dan kun je de lamp alleen aansluiten met een bridge. Check eerst of Bluetooth is ingeschakeld op je telefoon. Zo niet, zet het dan even aan. Open de Hue app, ga naar Instellingen, dan naar Lampen en tik op het plusteken rechtsbovenaan. De Hue app zoekt dan automatisch naar lampen in de buurt. Zodra je die hebt gevonden, verschijnen ze in het vakje Thuis. Als je hulp nodig hebt, kijk dan eens naar de veelgestelde vragen en klik op het i'tje hierboven. Je weet nu alles over het installeren van Hue. Vond je dit een interessante video en wil je meer weten over de slimme lampen en apparaten van Hue? Bekijk dan ook eens ons kanaal, want daar vind je nog veel meer video's. Bedankt voor het kijken. Joejoe!